Yo, what up kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe Team Survival en ik ben vandaag niet alleen, ik ben samen sowieso met Jerry. Jerry? Hallo. Ga je toch gemute staan volgens mij, of niet? Weet ik het ook niet waar mijn gemute staat, maar zoals jullie horen is er weer een nieuwe bij, ja zeker. Het is I'm Crazy Daan, oftewel Daan, die is nieuw op de server. Ja. Ik wil zeggen van, vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Daan. Ja. ik doe zelf ook aan een YouTube-kanaal. Dat was. Ja, die op mijn schat. Ja. Dat is fijn. Ja, jij staat nou op een kort lontje, hè? Nou, of een kort streepje. Hij is al een paar keer gewaarschuwd. Dus, maar we gaan even een plekje voor jou zoeken, denk ik. Is goed. Hoe kom je in hemelsnaam aan iron armor? Heb je zomaar mijn iron gepakt of zo? Misschien. Nee. Heb je zomaar mijn iron zitten te pakken? Ja. Oké, nou vooruit. Wacht, waar is dat chest ook? Oh, hierop. Ja. Ik kan nog 6 over. Oké. Okay. Maar Jerry, we gaan voor Daan een plekje zoeken. Ik weet niet of jij ondertussen al kan praten, want... Stiekem zit hij gewoon nu de hele tijd te praten, maar weet hij niet dat hij mute staat. Nee, dat kan ook nog. Nou ja, we gaan voor jou een plekje zoeken. Oh, hij mag niks meer zeggen op dit server. Oh, dat is onzin, maar dat maakt je wel uit. Maar ja, dat is wel lekker rustig. Waar wil jij wonen? Ik weet dat Rico woont heel ver uit dit talletje weg. Die woont daar helemaal. Ik weet niet waar ongeveer. Ja, maar op een berg, op deze berg. Kan dat? Ja, Jerry woont daar op die berg. Oké. Wilco, die woont aan die kant op een berg. Ja. Dus jij zou kunnen... En onthoud, kom nooit op mijn berg. Nee. Wauw, nee, dat het niet. Maar ik zit misschien te denken dat jij daar ergens op een berg kan of zo. Ja, is goed. Want het is een hoge berg, dat je hierachter gaat of zo. Of moet je even kijken, want hierachter zit ook nog wat namelijk. Ja, ik ben bezig met uit te breiden. Ja. Dus even kijken of hierachter misschien wat is. Er zijn ook allemaal nieuwe bomen hier, acacia bomen. Die zien er wel nice uit. Oh ja, dat je hier ergens gaat of zo. Daar bovenop. Ja, is goed hoor. Of een beetje dicht bij elkaar, want het gaat later allemaal paden en zo nog aanleggen. Dat komt ja. Goed. Dus, ik kijk wel nog even zo meteen. Kun je misschien... Weet je wat, volgens mij heb ik ook nog wel wat een paar resources voor je. Ik zal even zien. Dat is wel handig. Ik ben druk aan het verzamelen geweest, dus. Even kijken. Pak hier maar een stack oakwood uit. Is goed. En even kijken. Pak daar maar wat kobbel uit. Wat je nodig hebt, zeg maar. Ja, ik pak wel 2 stacks. Ja, kijk eens aan. Dan een pickaxe of zo, of schep, of zo wel. Dat heb je helemaal niet? Nee, ik heb nu alleen zwaard. Oké, nou, ik heb hier een toolbox. Dan mag je wel wat uithalen, dan haal ik maar 1 uit. Ik pak even een stone hoe. Nou ja, die hoef ik niet per se, denk ik. Die is wel genoeg, denk ik. Oké, is goed. Dan wens ik jou succes met bouwen. Dan laat ik de kijkers mijn huis nog even zien dat ondertussen al af is. Goed, ik ga even huisje bouwen. Is goed, ik denk dat Jerry jou wel even kan helpen. Even met een plekje te zoeken. Die is goed in bouwen, dus die vindt het wel leuk om hem te helpen. Is goed. Even kijken, ja. Oké, nou moet ik die berg opkomen. Nou, zullen we even een beetje graven. Jerry heeft vast al een schep bij hem. Kijk, ja, mijn huis is ondertussen al een beetje af, dan wat decoratie eromheen huis af, maar ik wou vandaag eens even met mijn farm bezig. Die wordt een beetje te klein en ik word gek van die mobs die er steeds in zitten te hutsen futsen. Hey, Jerry heeft een achievement, een cowtipper. Een naam, juist. Nou. Daan gaat ook op zijn eigen kanaal opnemen. Ja. Dus ik zet zijn kanaal ook even onder in de beschrijving neer. Dan kunnen jullie daar even bekijken. Abonneer ook even op hem natuurlijk. Dat ja, Jerry, jij mag zeker weer praten hoor. Banaan. Appel. Maar jij gaat Daan even snel helpen. Dat is een nieuw plekje. Ja, en nou zegt hij... Banaan, dan gaat hij weer muten. Dan gaat hij weer muten. Serieus. Ja, je beleeft nog wel wat op deze server met Jerry, hoor. Oké, nou moet ik daarop komen. Zo, een beetje mijnen. Mijnen. Ik
veel meer donder. Helemaal niets gebleven, veel meer donder. Nou, dan ga je verder met je huis of bouw je een pad naar beneden. Help je iemand anders. Er valt altijd wel wat te doen, Jerry. Ja, lijkt het jullie ook een keer tof van, ja, je ziet al dat er alweer aardig wat mensen op deze server zitten. Lijkt het jullie ook tof een keer, ja, dus je van, ik wil ook meedoen, ik wil ook op die server, bla 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 bla, dit en dat, dit en dat. Zou ik zeggen, abonneer even op de beide kanalen natuurlijk, laat even een reactie achter waarom, okay, waarom je wilt joinen, natuurlijk. Jerry zoekt nog een nieuw speelkameraadje. Hij voelt zich af en toe heel erg eenzaam. Ja, inderdaad, die dood kan schieten. Dus dat wordt een beetje Jerry's bitch, om zo te zeggen. Maar niet op mijn berg komen. Nee. Niet op, maar je mag wel onder zijn berg komen. Dus als je vanaf onder naar boven graaft, dan mag het wel. Nee. Als je dat nou gewoon zegt in de call, Jerry. Nou, hij zit in een call, maar hij is heel stil. Beetje verlegen. Hij sterven. Wilco gaat ook mijn berg. Hij sterven. Huh? Oké, goed genederlands. Even kijken, zo. Weet je al wat voor stijl je een beetje gaat bouwen? Iedereen heeft een bed. Ja, denk ik wel. Normaal bouw ik zelf wat in medieval, maar daar heb ik nou helemaal geen zin in. Ik denk, ik doe maar lekker een mixje van modern en medieval-achtig. Ja. Even. Ik heb iets leuks in mijn hoofd. Oh, dat is altijd mooi. Dan heb je ook al een beetje een functie in je hoofd, wat jij hier gaat leveren, wat wil jij graag doen in deze server? Dat is een goede vraag. Dan denk ik er nog maar even goed over na. Jerry weet het ook nog niet, ja, die wil sowieso wat die berg bewonen, maar... De berg beschermen. Een berg beschermen, ja. Jerry is een mountain man. Baatje heeft een bergbeklimmer. Een bergbeklimmer, ja. Veel werk om even een farmpje te maken. Vooral als er veel steen zit. Huh. Fuck. Oh wow, ik heb ook nog een klein stukje. Even kijken. Chill. Kijken. Daar even. En daar. Had je trouwens al eten? Ja. Oh, kijk eens aan. Nou, gefeliciteerd met je achievement. Getting wood. Het wordt ook alweer donker. Misschien is het ook wel verstandig dat je straks even een bed gaat maken. Ja, dat is wel slim. Ik heb hier wel wat schaapjes. Ja, ik heb hier allemaal dieren, maar daar moet ik nog even een farmpje van maken. Ik heb in ieder geval overal twee van. Ik heb twee paarden. Swarma! Net de ark van Noach. De ark van Laurens, hè? Twee van elk dier. Ja, alleen er zijn geen twee Jerry's, dat is nou jammer. Maar misschien ook wel goed. Dan gaat de hele server niet meer bestaan, denk ik. One of a kind. Nou, dat weet ik niet, Jerry. Nou, Jerry heeft ook al de bijnaam Hobbit. Oh, wat? Daar was ik gaan voorplanten. Juist. En dan werd de wereld overspoeld. Door jouw voorplanting? Met de army van Jerry's. Ja, laten we daar maar niks op zeggen. Chill. Graven. Oké, ik heb wel een klein stukje van mijn huis. Weet je wat, ik kom wel in bij jou kijken. Dan zien de mensen alleen maar dat ik aan het graven ben en aan het mijnen ben. Dat is natuurlijk ook saai. We gaan even een kijkje nemen. Ik ben niet helemaal op die berg gegaan, ik ben gewoon een beetje halverwege. Ah, oké. Ik weet niet welke berg je zit, maar... Die rechter zeker, of niet? Ik denk het. In ieder geval, ik zie jou niet ergens staan. Ik heb last van een creeper. Zo, nou is hij dood. Ja, want daarom doe ik nog een skeleton. Het stikt hier trouwens wel van de mobs, hoor. Ja. Heel vaak van die wilde witches. Nee, dat is wel grappig. Even kijken, hoor. Ga eens bij het randje van een berg staan. Kijk eens naar mijn huis, want ik weet niet welke je shit namelijk. Ik zie hier wel twee bergen, maar...
wacht, ik kom wel even naar beneden. Kan ook. Is het natuurlijk makkelijker. Oké, kom op in het water. Ja, nice. Oh nee. Ik zie Jer. Die is helemaal ook naar beneden. Oh mijn god, er is hier. Hey, over witjes gesproken, daar loopt hier gewoon heen, hè? Nee, lol. Ik Jerry. Ga even op schapen, want Killamon die zie ik hier even staan en dan kan ik even een bedje maken. Jerry achter je, creeper. Kom, nee, waar is die wol? Daar is wol. Hey Jerry, ik heb iets leuks te doen, we gaan even een witch afslachten, kom. Hier liep een witch. Hier, daar staat een witch. Pak hem. Voor mij zijn ze vergiftig ofzo. Ah, ze droppen soms ook een goede loot. Ja, maar ik heb altijd dan droppen ze alleen maar gunpowder of zo. Even kijken, dan zien we je. Ah, daar ben jij. Nou, laat me je ruimte maar eens even zien. Ja, ook, nu ziet het er nog niet echt heel mooi uit. Dat komt omdat het nog. Dat is te begrijpen. Ja, dan kan je het op de berg zien, denk ik. Ik zal even zien, want ik ben naar beneden geslagen door Jerry. Het kan soms heel vervelend zijn. Ja, zo is dood. Ja. Nou, ga zo kijken. What the fuck? Oh, een skeleton. Ja, skeleton. Zo. Dood jij. Nou, die is dood. Oh, daar ben je. Die kant uit, oké. Okay. Even kijken, hoe gaan we hier omhoog? Volgens mij gingen we deze kant op. Je weet je eigen plek nog wel in je eigen huis, toch? Ja, ik weet waar het is. Alleen een beetje moeilijk om erheen te lopen. Ik gok dat je hier langs bent gegaan, want ik zie je niet aan. Oh, daar moeten we. Oh, wacht even. Oh, daar ben je omhoog gegaan, denk ik. Kijk. En daar ben je nog. Ik zie in ieder geval wel ergens licht. Nou, ik heb, ja, dat, daar is het niet hoor. Kijk, dit is oh, daar kant. Ben jij. Volgens mij plaatsen. Van toortjes die daar stonden. Ik hoor een creeper ontploffen. Jerry, ben je weer bezig? Ciao. Oh, waarschijnlijk is je ontploft in mijn huis. Oh, slim, Jer. Doe je goed. Maar, wel even. Wat heeft hij nou weer gedaan? Creeper. Oh ja, dat is echt een Jerry-actie. Ja, ligt hier nog een deur? Ik heb nog... Oh, wacht. Ook zo wel even. Oké, hier ga jij dus. Nou, leuk stekje toch? Je hebt wel mooi uitzicht. Ja. Gelijk een kelder, heb ik je even goed geholpen. Nou. Even kijken. Zo, dat was Jerry weer. Ja, dat is Jerry weer. Hij heeft hier wel een leuk stukje trouwens. Dus verderop zit een snowbiome. Er is hier ook ergens in de buurt een mesa biome. Die gekleurde klei en zo, die moeten we binnenkort weer eens even naartoe. Echt een mooi uitzicht hier trouwens. Damn. Nog beter uitzicht dan dat voor jou, Jerry. Oh, ik moet dit nog fixen. Maar ja, Jerry heeft een mooie waterval. Een grote waterval. Dus. Ja. Jullie! Nu! Dus joh. Maar ja, bij deze ga ik de aflevering weer afsluiten. Zit er dan te schreeuwen dag? Verdomme. Dan word je toch helemaal gek van, joh, die mensen die lopen te schreeuwen. Nee! Nee! Ze lijken te veel op jou, Jerry. Nee! Maar mensen, bij deze ga ik de aflevering afsluiten. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Het was weer interessant. Vergeet niet te abonneren op de Daanse kanaal. Die komt hieronder te staan natuurlijk. Ook niet vergeten te abonneren op Gonzo Games natuurlijk. Vergeet het blauwe duimpje niet te delen op Google+. Zo is een hele lijst. En vergeet niet te abonneren op Jerry op Sambal Gaming NL. Niet dat hij er verder mee gaat, maar ik zet zijn kanaal er toch maar even onderop neer. Bestaat hij meer? Oh.
Dat kan natuurlijk ook nog. Bestaat wel, ik heb toch net een video gekeken. Oh, dan is je niet verwijderd, Jerry. Dat is toch wel grappig, ik ging gewoon nog voor de lol kijken. Ja, oldschool hebben ze dat nog, de oude kingdom. Baldurin. Maar mensen, tot de volgende keer en later.